Ik heb nu voor het eerst in de 7-jarige geschiedenis van dit programma breaking news op mijn oortje. We gaan rechtstreeks naar Erik in Leeuwarden. Erik, wat is er aan de hand? Hallo? Ja? Ja? Ja, het laatste nieuws is hier dat er is hier zometeen om 8 uur een persconferentie. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte. Gemiddeld zit het zo rond de 10, 11 centimeter. Er zijn uitschieters van 15 centimeter, maar er zijn ook delen waar het nog maar 8, 9 centimeter dik is. Maar het is ook voor al die marathonschaatsers die er hier jaren naartoe leven en al die mensen en iedereen die hier, moet je kijken wat voor gekkenhuis we hier van maken. Ze kunnen er altijd weer op terugkomen. Dat is heel bekend van de Elfstedengroep. Dat ze een dag later zeggen, we hebben er nog eens over nagedacht. En we hebben nieuwe gegevens. En er is weer hoop op een nieuwe Elfstedentocht of op een andere vorm.